op bezoek bij de kunstschilder Leon Engelen. Leon Engelen werd in volle oorlogstijd op 22 oktober 1943 in Bree geboren als derde van vier jongens. Zijn eerste levensjaren bracht hij door in zijn geboortestad Bree. Toen hij 6 jaar was, verhuisde het gezin Engelen naar Bokrijk. Waarschijnlijk heeft het opgroeien in deze landelijke omgeving hem de liefde voor het boerenleven en de natuur bijgebracht. Als kleine jongereen speelde hij op de boerderijen van de omgeving. Hoe hij juist met schilderen is begonnen, weet Leon niet met zekerheid te zeggen. Als kind experimenteerde hij met restjes olieverf waarmee moeder de deuren had geverfd. Een van zijn eerste schilderstukjes was op een houten plankje van 10x10 cm. De verf droop eraf. Het moest een huisje worden en vol bewondering dacht hij aan de echte schilders die zo'n mooie werk konden maken. Thuis hadden ze zo'n werkje eens gekregen bij aankoop van een hoeveelheid levensmiddelen. Dat er nog een ander soort verf bestond in tubes, dat wist hij niet. Dat ontdekte hij pas toen zijn moeder hem een verfdoos voor zijn Sinterklaas gaf. Op 13-jarige leeftijd ontstond zijn eerste schilderijtje. Nu, na 53 jaar schilderen, heeft hij nog niets van zijn enthousiasme verloren en kan hij terugblikken op een omvangrijk oeuvre. Trouw aan zijn onderwerpen en stijl heeft hij een bewonderenswaardig niveau bereikt dat getuigt van een groot meesterschap en liefde voor de schilderkunst. Leons doeken tonen een Limburgs natuurschoon en een ongerepte Kempen. Zo dissen de schilderijen van Leon ons dartele schapen en geitjes op en via grazende of luierende koeien het zware trekpaard. Meesterlijk is ook de uitbeelding van de woonsteden van diezelfde haast verdwenen boer die verwijzen naar een laatste pagina hedendaagse historie.